instaat van de eerste advocaat van de tegenpartij dat ik mijn grond naast en achter mijn woning heb opgehoogd met 40 centimeter. Ik heb direct contact met die eerste advocaat opgenomen, dat was een advocaat van Unive, afdeling Sur. Ja. Daar heb ik mee gesproken in Assen en hij heeft mijn excuus aangeboden. Maar de tweede advocaat, de heer Machiels uit Drachten, die ging daar verder mee. Toen ik wist dat de heer Machiels deze zaak verder zou behandelen, heb ik hem telefonisch contact met hem opgenomen. En toen heb ik hem gevraagd, kunnen we niet al drie grote mensen om de tafel eens even aangeven wat hier gebeurt. Want wat de Vries, mijn buurman, hier verzendt, dat kan helemaal niet en dat is ook nooit gebeurd. Hij antwoordde dit, ik heb het opgeschreven, ik maak het kort, we zien elkaar bij de rechtbank. En nu zijn we 9 jaar verder, of bijna 10 jaar verder, en nu is de heer Magiel moe, zegt hij tegen de rechter van deze zaak. Ja, begrijp ik ergens niet. Ja, ja, het is heel moeilijk om recht te krijgen als dus de rechtssystemen belanghebbende zijn. Ja, en dan kun je vechten tegen de bierkaai, letterlijk. Goed. Dat vechten tegen de bierkaai wil ik nog wat van zeggen. Ja. Ik werd toen in de cel gezet door de burgemeester, omdat hij geen gesprek wou. Ik heb hem op straat aangesproken. 3 weken later, politie voor de deur, werd ik meegenomen en ik werd in de cel gezet. Want ik moest een verklaring afleveren omdat ik die burgemeester dood wou maken. Dat staat letterlijk in die brief. Dat was dus helemaal niet zo. En dat was net die dag. De volgende dag dat ik in de cel zat, dus de nacht en die dag, volgende, dat koningin Beatrix in Dokkum kwam. En daar zou ik met mijn kleinkinderen heen. Maar nu voel ik wel aan, ik moest van straat, want ze dachten, misschien gebeurt er iets. Ja, ja. Ook heb ik gevraagd toen naar een advocaat van Piket, want die kon me dan bijstaan als ik wat vragen wou, werd mij gezegd. Maar later bleek die advocaat van Piket, die was helemaal niet ingelicht. Dus dat is voor de rechter geweest en toen heb ik vergoeding daarvoor gekregen. Dat je dus onterecht, in de cel hebt gezet. Ja, ja. Weet u dat het begrip bedreiging met de dood, dat steeds vaker wordt gebruikt om een tegenstander het leven zuur te maken? Ja, dat kom ik nu allemaal. Want u kunt er gewoon een boze opmerking hebben gemaakt tegen de burgemeester die zegt van ik wil niet met jou praten en zeker niet over gesjoemel bij de gemeente. Ja. En de relaties eventueel met advocaten en de relaties met de oud-wethouder, uw buurman. En daar kan ik me goed voorstellen dat dus mensen dus niet graag praten, dat snap ik wel. Maar om daar nou ineens te zeggen van, dat is een doodsbedreiging, dat hebt u niet gedaan, hè? Dat heb ik niet gedaan. En dan zou het ook zo zijn, dan ga je niet 3 weken later iemand ophalen. Dan is het terstond wordt hij aangepakt, 3 weken later. Ja, dan is het dus weer ook hier. 3 weken later. De trucendoos om iemand monddood te krijgen. Als je denkt dat hij ergens een boodschap op de goede plek zou kunnen deponeren. Ja, en dan 3 weken later wordt hij in de cel gezet. Nou, dus. Wat de SDM betreft, de Sociale Databank Nederland, bent u wel met het goede adres. De meeste mensen die dus een probleem hebben met de overheid, die geven wij de ruimte om dat naar voren te brengen, voor zover onze capaciteit reikt. Maar we willen wel altijd proberen het in de minne te schikken, want we zoeken geen ruzie. Conflicten proberen we altijd uit te bannen, maar een strijd zoals die u levert nu, al zo lang, net zoals heel veel anderen dat doen, die strijd die moet een keer ophouden. Mag ik u bedanken voor uw verhaal, en we zullen nog een paar foto's van uw bedrijf of uw omgeving op het internet zetten, zodat de mensen zelf kunnen zien dat die grond helemaal niet opgehoogd kon worden. Nee. Want u zou uw huis niet meer in hebben kunnen gaan. Nee. En ik, en de beloning ligt er van 100.000 euro. Wie aanwijst waar ik mijn erf opgehoogd heb, waar ik het tegen de muren gewerkt heb, zoals het staat in de in de klacht. Ja, in het verslag van de rechter. Dus, maar die beloning, die kan niemand ophalen, omdat er zijn honderden geweest, ja, om die beloning, maar ze gingen allemaal weer weg. Ja, het is een mooie beloning is dat. En het is niet niks, ik doe zomaar niet 100.000 euro, geef ik als beloning. Nee. Maar niemand heeft zoveel onzin meegemaakt. Nee, nou goed. Misschien kunnen we de 100.000 euro verdienen door het probleem op te laten lossen. Misschien, hopelijk.
angst is voor mij en ook voor mijn gezin dat ik van mijn schuld af ben. Dat ik niets gedaan heb en ook nergens aanwijzing door heb gegeven. Dat je zomaar een brief krijgt van je buurman dat instaat naast en achtergrond. Daar kan een kind begrijpen dat dat niet kan. En als je tegen de muren zo gewerkt hebben, dat je dat gewoon weer weg moet halen. Goed. Het gaat dus eigenlijk om landjepik. Het gaat er dus om grond, de eigendommen grond en daar iets mee te kunnen doen. Legaal of illegaal. In dit geval vermoedelijk illegaal. Ja, dat is duidelijk. Staat ook op papier van de gemeente een brief dat het illegaal gebouwd is. En doen ze er wat tegen? Ze doen er niks tegen. Wij beschouwen deze zaak als afgedaan, schrijft de secretaris in 2002. Dus dat is nu 7 jaar geleden. Ik heb het in mijn boek eerst verwerkt en het staat nu op internet. www.dedoorzetter.nl Dedoorzetter.nl Ja, www.dedoorzetter.nl En u hebt een boek geschreven, begrijp ik dat ook? Ik heb voorheen een boek geschreven. Ja. Want toen was ik nog niet in bezit van mijn laptop. Maar dat staat nu gedeeltelijk op en er volgt nog veel meer. Hoe heet het? Dit is mijn boek. Hier staat boven de buurman van een raadslid van de gemeente Dongradeel. En hieronder staat de sportprint Corruptie in Dongradeel. Het is eigenlijk gemeente Dongradeel. Oh, u bent wel duidelijk. En hier staat de sportprint met diverse partijen. Ook de burgemeester Kazemier, ja, die het mee veroorzaakt heeft. Die had alles kunnen voorkomen. Ik heb gezien op de webpagina van u, diezelfde tekening die nu op de voorkant van het boek staat. Is het boek al uitgegeven of komt dat nog? Daar ben ik wel mee bezig, maar ik wil het eerst helemaal afronden, ja, voordat ik alles in het boek zet. Oké. Okay. U hebt nog wat foto's meegedaan. Ik heb hier nog wat foto's mee. Daar werkt u in om auto's te repareren? Ja, daar werk ik in auto's te repareren. Okay. Deze heb ik in 1993 gebouwd. Ja. U ziet de bestrating, dat is mijn erf. Ja. Die is toen ook aangelegd in 1983. Ja. En in 1999, 16 jaar later, krijg ik een brief van mijn buurman waarin staat: u hebt uw erf naast en achter uw woning verhoogd met 40 centimeter. En waarom zou je dat gedaan hebben dan? Gewoon treiteren. Ja, oké. Okay. En nog een foto, laat eens nog wat zien. Waaraan, zodat ik kan bekijken. Hier heb ik nog een foto. Ja. Deze foto heb ik gemaakt. En wat laat hij zien, die foto? Deze laat zien, met de bouwvergunning van mijn garage, dat de hoogte van het venster, ja, tot het erf 1,20 meter is. Zo is het ook aangegeven op een bouwtekening. Ja. En hier heb ik het gemeten en hier is het een bewijs van dat het 1,20 meter is. Zou ik het verhoogd hebben, dan was het geen 1,20, maar 70 centimeter. Nou, heel duidelijk. Ja, 70 centimeter. Ja, duidelijk. Maar dit kan ik een rechter niet uitleggen. Dit begrijpt hij niet. Ja, dat wil hij niet begrijpen. Dat kan en waarom zou hij dan niet willen begrijpen? Is dat snap ik niet. Ook familie? Nou, ze proberen mij dus klein te krijgen. Dat is de opzet. Ja, maar dat is weer wat anders. Nee, het gaat er dus om, is die rechter verstrengeld met de burgemeester of met uw buurman? Dat kan ik u niet zeggen wat de rechter is. Maar als hij dit niet begrijpt, dat ik dit niet uit kan leggen en mijn verhaal ook niet meer doen. En er zijn er ook nog getuigen, twee vrienden van mijn buurman, die beweren het ook. Daar komt bij dat dit erf van mij ook nog een heel groot gedeelte is van de gemeente. En ik heb een gemeente gevraagd, is uw erf dan ook op grond opgehouden? Nee, helemaal niet. Ja, zegt de buurman in een getuige, dat kun je duidelijk zien, staat ook in een getuigenverklaring. We kunnen van openbaar werk duidelijk zien dat het verhoogd is. Oké, okay. Nog een foto waaruit blijkt dat er iets niet klopt met de beweringen. Op deze foto kun je zien. Ja. Dat is heel helder. Op deze foto kun je zien. Dit zou 40 centimeter verhoogd zijn. Nee, worden. Dit is niet verhoogd, maar hier kun je de afstand tussen mijn garage, die met de venster, dat is mijn garage, ja, en waar mijn buurman illegaal daarnaast bouwt. Oh, en op welke grond is dat? Dat is gedeeltelijk op mijn grond. Ja, dat bleek uit het kadaster. Uit voorheen jouw grond? Ja, voorheen mijn grond. Hij, ja, heeft het aangekocht en nu staat er dus illegaal een pandje op. Ja, daar staat een garage op. En de burgemeester vindt dat een goede zaak? Dat het, ja, en daar heb ik gevraagd naar die tekening, maar die zijn allemaal vervuild door gemeente. Dat kan ik allemaal aantonen, ook op mijn site, doorzetten.
Wat bedoel je met vervalst? Nou, gesjoemeld. Daar staat die kruisje hier. Ik heb nooit één duidelijke kadastrale tekening. Ik heb in 2008 een kadastrale tekening bij het kadaster opgevraagd. Ja. En daar staat alleen de buurman zijn huis op. En verder is aan bijgebouwen helemaal niets. Oké. Okay. En er is gebouwd zonder bouwvergunning? Zonder bouwvergunning, zegt de gemeente. Goede vrienden, hè, begrijp ik. De openbare weg. Ja. Die aangelegd is door de gemeente. En dat deel, dat een deel van dat erf is ook... Van mij. Van u? Ja, en een gedeelte en in overleg met de gemeente? Ja. Bestraat? Heb wat ik bestraat, ja. Oké. Okay. Heb ik bestraat. Goed. En hier word ik ook van beschuldigd dat ik het hier 50 centimeter of 40 centimeter heb opgehoogd. Ja, dus te zien dat dat niet zo is. En volgens de getuigen 50 centimeter. Zo kan ik ook 100.000 euro uitloven als beloning, terwijl je weet dat het niet kan. Nee. Nou, dat is de grote onzin waar ik nu mee te maken heb, 10 jaar lang. Ja. En ik kan het geen rechter uitleggen. En het gekke dat is van het hele verhaal, ze willen ook niet langskomen om het een keer uit te leggen. Ja, ja. Niemand komt langs. Ze willen gewoon niet weten. Ze willen het niet weten. Ja. Maar er zit dus een belang achter. Laat dat nog eens zien, die andere foto. Ik hoorde net iets dat dus dat illegale bouwwerk, dat op uw grond stond voordat u het verkocht had. Ja. Dat is heel knap. Hier zie je het dak van die, hier zie je het dak van die foyer van 18 meter lang. Ja. 6 meter breed. En waar staat die op uw grond of zijn grond? Die staat gedeeltelijk op mijn grond. Toen? Ja. Dus het belang van de buurman om die grond in handen te krijgen, uw grond, ja, was dus heel groot. Ja. Want als u daar tegen geprotesteerd zou hebben, dan moest hij het afbreken. Ja. Niet alleen omdat hij op uw grond stond, maar ook nog omdat het dus zonder bouwvergunning was geweest. Ja. En dat het zonder bouwvergunning is geweest, dat moet hartstikke logisch zijn. Want de gemeente die had nooit één bouwvergunning kunnen afgeven op twee eigenaren. Nee, nee. En dan ziet u hier, ik zal even kijken, hier ziet u die muur. Ja. Waar die bekende muur, waar het water doorheen zou gaan en druk van mijn verhoogde grond tegenaan. Goed, ja. En wat is er met die muur? Deze muur, dit is de illegale foyer van 18 meter lang, 6 meter breed. Die is illegaal gebouwd, ja. Dat staat. Schriftelijk is dit vastgesteld door de gemeente. Maar op deze, en deze staat dus gedeeltelijk op mijn grond, maar wat ik met de Fries, toen ik die grond aan de Fries verkocht, ja, wat de burgemeester mij afhandig maakte, ja, heb ik afgesproken met de Fries en ook in een koopcontract laten vastleggen dat ik op een erfscheiding een houten schutting wou hebben. Die heeft er 10 jaar gestaan. Zonder problemen. We hadden nergens geen problemen mee. En dat was van 1983, ja, tot 1994 heeft die houten schutting daar gestaan. De buurman haalt die zonder enig overleg die schutting daar weg en die zet die muur daar neer. En nu begint hij te klagen dat er water door die muur gaat en dat hij vochtig is omdat hij die grond verhoogd zou hebben. Het is duidelijk, er is gewoon een scène gezet om uw grond A in andere handen te laten overgaan. Zodat dus de illegale bouw in ieder geval minder illegaal zou zijn. En B, u praat over een volière. Zitten er vogels in? Ik weet het niet zeker, maar geloof niet dat er meer vogels in zitten. Maar ik weet het niet zeker. Want ik kom nooit op de buurman zijn erf. Nee, dat snap ik wel. Goed. Nou, ik zou het verhaal willen afsluiten met u nog één woord te geven. Van wat wilt u dat er nu gaat gebeuren? Of wat gaat er nu gebeuren? Nou, er komt ook binnenkort een rechtszaak. Ja. Ik weet niet wanneer precies, maar het kan wel februari, maart zijn. En dan wil ik het rechter nog eens uitleggen, wat ik u nu verteld heb. Dat ik helemaal nergens schuld aan heb en waar ik van beschuldigd word. Dat ook helemaal niet kan en ook helemaal niet gebeurd is. Okay. En wie dat nu niet geloven wil, nogmaals, kom langs, wijs het aan en u ontvangt 100.000 euro. Heel simpel. Dankjewel. Ja. Dan ook hier weer de rustiek van het in het noorden mogen wonen.